Trefbal, wie kent het niet uit zijn basisschooltijd? Sommige mensen hebben er vooral slechte herinneringen aan, anderen willen het graag herbeleven. En dat kan sinds kort in Eindhoven, bij de eerste dodgebalvereniging in de regio. Je kent het natuurlijk vanaf de middelbare school, maar hierbij komt veel meer tactiek kijken. En ook als oud-handbalster had ik altijd wel heel veel plezier met het gooien van ballen. Dus zodoende ben ik daar eigenlijk terecht bij gekomen. Vooral de jeugdherinneringen die vanuit het met de gymnasten op mijn basisschool en op mijn middelbare school het trefballen. Maar het is gewoon een daadwerkelijke officiële sport inmiddels geworden al een paar jaar. En het is gewoon eigenlijk de actieve momenten uit mijn kindertijd, die beleef ik weer opnieuw, maar dan op een stuk efficiënter manier. Daniel zocht al langer een teamsport en voor hem was trefbal het leukst. Daarom begon hij met zijn vriendin Rosemarie deze groep. Ik heb een tijdje gymles voor volwassenen gedaan vanuit een vereniging. En dat was altijd het leukste, trefbal. En op een gegeven moment hadden we het erover, gaan we ons basic fit abonnement verlengen of wat gaan we doen? En toen zei ik, zullen we gewoon gaan trefballen. Een sport is het zeker. Dodgebal is net iets anders dan trefbal. Er komen meer regels bij kijken, tactisch inzicht en het is intensiever. Echt heel intens. Een potje duurt 3 minuten. En iedere 10 seconden wisselt tussen ik ga aanvallen en ik ga verdedigen. En er komt gewoon heel veel adrenaline bij kijken. Ja, het is inderdaad wel een heel stuk intensiever dan dat het vroeger was. Maar we kunnen ook veel intensievere dingen aan inmiddels. Dus dan is het eigenlijk alleen maar logisch dat het nu gewoon echt goed actief en hard erin is. We hebben de eerste les gehad op 3 april en dat was gewoon chaos. Iedereen wou gewoon heel graag ballen gooien en er zat helemaal geen structuur in. En een week later zijn wij naar Amsterdam gegaan, want daar hadden ze een clubdag. En toen hebben we 5 uur lang dodgebal gespeeld met verschillende verenigingen in Nederland. En toen zag je heel mooi hoe het strategisch is en hoe het teamspel is. Ja, het hangt heel erg per potje ervan af hoe het loopt. En ja, soms komt het dan inderdaad voor dat je dan als enige overblijft. En dan is wel even nadenken van, oké, dit moet ik anders aanpakken. 2 ballen vastpakken en dan kan ik er in ieder geval eentje gooien en de andere meteen gebruiken als verdedigingsmiddel. Dus dat is dan een beetje de gedachte die ik erachter heb. Na de zomer begint de dodgebalcompetitie in Nederland. Mogelijk gaat de Eindhovense club daaraan meedoen, maar eerst nog even goed oefenen.